Klimaat, handel drijven, medicijnprijzen en het berechten van IS. Het is slechts een greep uit de onderwerpen die voorbij komen. Deze 74ste algemene vergadering van de Verenigde Naties. Koning Willem-Alexander spreekt vanmiddag de lidstaten toe. En ook premier Rutte is daarbij. Nederland is wel een grote delegatie hier in New York bij de VN-week. Koningin Maxima is hier, want zij is 10 jaar nu bezig met het onderwerp financiële inclusie. Dus hoe bereik je dat mensen toegang hebben tot financiële diensten? De koning is hier, die zal hier de grote toespraak houden in de grote zaal hier. En dan hebben we ook een delegatie ministers, bijvoorbeeld Stef Blok en Sigrid Kaag, allebei uiteraard van Buitenlandse Zaken. Die hebben op hun onderwerpen heel veel gesprekken natuurlijk, vooral ook 1-op-1 met landen. Dan is Bruno Bruins hier, want het gaat ook deze week over toegang tot medische diensten en hoe verbeter je dat. En we hebben de premiers van de eilanden in de Caribe. Dus vandaar een brede delegatie hier. Maar het zet Nederland ook op de kaart. Het is goed om hier te zijn en andere landen vinden dat machtig interessant om te merken dat Nederland hier met zoveel mensen is en daardoor zoveel gesprekken kan voeren. Robert, waarom zijn we er nu dit jaar met zoveel mensen? Nou, het heeft deels te maken met de onderwerpen, klimaat, volksgezondheid, cyberveiligheid, ISIS-berichting. Dat zijn allemaal de onderwerpen die vergen de aanwezigheid van de vakministers. Maar dit heeft natuurlijk te maken met een bredere zorg die Nederland heeft en ook vorige week heeft uitgesproken in de troonrede. Het multilaterale systeem van de VN, de NAVO en de Europese Unie staat onder druk, omdat we wereldwijd steeds meer zogenaamde sterke mannen zien. Van Poetin tot Xi in China, Trump. Die ook verdragen opzeggen als het ze uitkomt. Zeker, en die alleen willen samenwerken als het hun uitkomt. En Nederland wil eigenlijk altijd samenwerken. En dat zit dit zit in de volksaard. En die boodschap geeft Nederland deze week in New York af.